Waarom wordt vooral op Zuid-Beveland fruit geteeld? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Onze familie zit al sinds de vierde generatie inmiddels in die Zeeuwse fruitteelt. En zelf woon ik ook helemaal leven lang hier op deze Zeeuwse kleigrond in Biezelingen. En onze familie heeft een hardfruitbedrijf en tevens de laatste jaren ook steenfruit, dus kersen en pruimen. Nou, dat is mooi, want dan weet u waarschijnlijk ook wel wat het antwoord moet zijn op deze vraag. Ik denk het wel, maar dan lijkt het me verstandig dat we eens gaan kijken in de boomhard, doen dat we een beeld hebben waar we het over hebben. Nou, laten we de deskundige maar volgen. Van oudsher had die Zeeuwse fruitteelt, vooral op Zuid-Beveland, voordeel betreft de nachtvorstwering. En dan is Zuid-Beveland gelegen tussen de Ooster- en de Westerschelde, heeft natuurlijk een voordeel. Komt de wind uit het noorden, dan warmt die lucht wat op en dan had je minder nachtvorstschade dan in andere delen van Nederland. Het tweede punt dat ook bijgedragen heeft aan die centrumfunctie van Zuid-Beveland, dat is dat de kleinschaligheid van de agrarische sector, vooral de grondstructuur, dat die bijdroeg dat de mensen gingen zoeken naar teelten die meer opbrachten dan akkerbouwgewassen. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Al die factoren bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat Zuid-Beveland de centrumfunctie van de Zeeuwse fruitteelt is. Missie geslaagd. Toevoegen aan de database.